Dat vind ik ook het allermooiste. Dat is juist ook de kracht, dat we kunnen veranderen, want het is nodig. Dus ik hoop dat we in een tijdperk van verandering leven. Omdat de manier waarop we nu met elkaar omgaan en mensen totaal uitsluiten op basis van iets dat wellicht niet hetzelfde is als hoe je je als persoon of als groep binnen een samenleving gedraagt. Geen goede, geen duurzame manier is waarop we mensen van betekenis kunnen laten zijn. En de grootste angst is dat je betekenis uit je leven verdwijnt. En op de manier waarop we nu de samenleving hebben ingericht, ontnemen we de betekenis van het leven van heel veel mensen. En dat is wat ik hier voortdurend in het verpleeghuis merk. En het leven hier heeft heel veel diepgang, maar die moet je wel zelf zoeken. De gedachte dat we zoveel waarde hechten aan de kennis die iemand heeft, en dus ook de angst die wordt gecreëerd op het moment dat mensen die kennis verliezen, die vind ik best wel in contrast staan met hoe mensen zich hier gedragen. We framen soms mensen met dementie als identiteitsloze mensen. Maar mensen hebben juist heel veel identiteit. Alleen misschien niet de identiteit die we verwachten van mensen, omdat het verandert, nieuw is. Dementie is een onderdeel van het leven. En het leven is een transitieproces. Wellicht zijn we soms bang om te veranderen.